Je bent uitgekozen. Dat is een lastig onderwerp voor veel mensen. We maken keuzes elke dag opnieuw als het gaat om hoe gaan we naar ons werk, hoe gaan we naar school, wat eten we, met welke mensen gaan we om. En misschien ook wel gewoon wie kies je uit op je bruiloft of wie nodig je uit op je verjaardag. Met wie wil je een relatie aangaan, met wie wil je trouwen. Allerlei keuzes waarin wij als mens voor iets of voor iemand kiezen. Maar als het dan gaat over de vraag of God ook mensen uitkiest, dan worden we kribberig. Ik wel tenminste. Zou niet iedereen een even grote kans hebben omdat God mensen heeft uitgekozen? Jarenlang heeft deze idee eigenlijk wel als een soort molensteen om mijn hals gehangen. Het is ingewikkeld en moeilijk. Maar als ik het tegendeel probeer te bedenken, wat zou er gebeuren als God niet koos? Dan gaat het pas echt helemaal mis. Stel je eens voor dat jij nadenkt samen met een ongelovige buurman, buurvrouw, familielid of vriend. En ik zou jou de vraag stellen, waarom geloof jij nu eigenlijk wel? En die buurman van je niet? Mogelijk zou je iets antwoorden als, omdat ik de Heer Jezus Christus als mijn redder en zaligmaker mocht aannemen. En dat heeft mijn buurman nog niet gedaan. En ik zou je vragen, maar waarom heb jij dat dan gedaan en je buurman niet? Je zou iets zeggen als, ja, omdat ik zag dat ik vergeving van zonde nodig had. En mijn buurman niet. Maar waarom heb jij dat ingezien en die ander niet? We praten nog een poosje door. En uiteindelijk is de conclusie dat als jij denkt dat jij ietsje nederiger bent geweest, iets meer zelfkennis had, iets meer inzicht, dat je toch wel fouten maakte, of in ieder geval niet zo goed leefde als God het bedoeld heeft. En dat je dus vergeving nodig had, verzoening, een redder, een zaligmaker. En jouw buurman niet. Dan ben jij dus een beetje nederiger. Een beetje ootmoediger. Een beetje meer inzichtelijk in jezelf dan die ander. Maar beste vriend, dat zou betekenen dat jij dus kennelijk wat beter bent op dit punt dan die ander. En het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel staat, vertelt ons dat we alleen uit genade gered zijn. Niet omdat jij wat nederiger, wat ootmoediger bent, wat meer zonder kennis had dan die ander. Het is echt Gods geest die in je gewerkt heeft. En de reden dat hij je gekozen heeft, kun je lezen in Deuteronomium hoofdstuk 7, vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. U was het kleinst van alle volken, maar vanwege de liefde van de Heere voor u. En om de eed die hij uw vaders gezworen had in acht te nemen heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en u verlost uit het slavenhuis. Ik weet het, dit gaat over het volk Israël. Maar in het Nieuwe Testament pakt Jezus als het ware dezelfde soort verzen. Als hij in Johannes 6 en in Johannes 15 zegt, jullie hebben mij niet uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. En niemand kan tot de Vader komen, tenzij dat ik hem trek. Moeilijke verzen, daar lijkt het wel op. Maar ook verzen die ons opnieuw laten zien wat genade betekent. Je bent niet uitgekozen omdat je groter was. Nee, zegt Deuteronomium over het volk Israël. Je was kleiner dan allemaal. Maar de Heere heeft u lief gehad met een eeuwige liefde. En als je dat bekijkt in Deuteronomium 7, vers 7 en vers 8, dan zie je een soort wonderlijker cirkelredenering. In eigen woorden staat er zoiets als, de Heere heeft u lief vanwege de liefde van de Heere voor u. Nou, denk even na als je verloofd bent of verkering hebt of getrouwd bent. De dag komt dat je man of je vrouw aan jou zal vragen, waarom hou je eigenlijk van me? En dan kun je antwoorden, lieverd, omdat er niemand is die mooier is dan jij. En misschien wordt je vrouw daar blij van. Maar dan betrekt haar gezicht en zegt ze, oh, en als ik nou wat dikker word, hou je dan eigenlijk nog steeds van me? Ach, ja natuurlijk. Ik hou nog steeds van je dan. Tuurlijk, gewoon. Ik hou van jou. En een ander die zegt, nou, ik ben niet zo op uiterlijk. Als mijn partner mij vraagt, waarom hou je eigenlijk van me?
dan zou ik vooral eigenlijk het antwoord geven, omdat ik het fantastisch vind om samen met jou dingen te doen. Naar een concert, naar dit, naar dat, naar vrienden. Samen dingen doen, dat is het helemaal. En dan vraagt je partner aan je, oh, en als ik ziek word en ik kom in een rolstoel en ik kan niet meer allemaal dingen samen met je doen, hou je dan nog steeds van me? Ja, natuurlijk. Dan hou ik nog steeds van je. Beste vrienden, hoe komt het dat wij soms in onze kerken en in onze levens zo onzeker kunnen zijn over wie we zijn en over de vraag of God ons eigenlijk gekozen heeft? Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat we niet goed antwoord hebben gegeven of gekregen in onze levens. In een diep besef wat het betekent dat God onvoorwaardelijk voor ons geeft. Uiteindelijk heb jij en heb ik maar behoefte aan één antwoord. En jouw partner ook. Waarom hou je eigenlijk van me? Lieverd, gewoon omdat ik van je hou. Daarom. En dat is precies de cirkelredenering die in Deuteronomium 7 staat. De Heer heeft u lief gehad met een eeuwige liefde vanwege de liefde van de Heer voor u. En ik denk dat die liefde in de wereld niet te vinden is. Maar bij God is hij er wel. Het is een wonder van zijn genade en zijn trouw dat zich uitstrekt ook naar jou toe. En je kunt eindeloos blijven verzinnen waarom je het niet verdiend hebt. En ik zeg je, je hebt het niet verdiend. Maar het goede nieuws is dat God in zijn genade naar je toe komt en zegt, ik snap het misschien zelf ook niet, maar ik hou alleen maar van je, gewoon omdat ik van je hou. Durf je dat aan te nemen? Durf je daar in verwondering met lege handen te staan en te zeggen, Heere God, hoe is dit mogelijk dat u dit wil doen? Een eenvoudig gebed kan genoeg zijn om dan te zeggen, Heere Jezus, ik begrijp het niet. Ik ben het niet waard. Ik was kleiner dan iedereen zoals het volk Israël. Er was geen reden in mijzelf, maar uw oneindige genade is groot. En die wonderlijke woorden die vandaag de dag elke ziel nodig heeft, die heeft God gesproken. Ik hou van je, gewoon omdat ik van je hou. Klinkt het te goedkoop? Het is het niet. Genade is gratis, maar niet goedkoop. Het heeft God alles gekost. Het heeft hem zijn zoon gekost, Jezus de Heer. Alles wat hij had, het liefste wat hij had, is naar de aarde gekomen. Niet omdat jij het verdiende, maar omdat hij het wilde. En ik wens je van harte toe dat je dat gelovig mag omarmen. Dat je daarvan mag gaan zeggen, wow Heer, dat u mij hebt uitgekozen. Ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Eeuwig wil ik u danken voor dat wat u gedaan hebt. En hoe dat dan precies zit in Gods verkiezing, naar jou of naar mij toe. Ik heb de vraag gehad en ik heb hem aan mijn opa gesteld. En ik denk dat hij een oudvader of iemand anders geciteerd heeft op de dag dat hij zei, Jurin, ja, God heeft een boek waar alle namen in staan. Dat was namelijk mijn grote vraag. Heeft God zo'n boek? En ik zei, zie je wel opa, als dat zo is en mijn naam staat er niet bij, wat moet ik dan met die verkiezing? En hij zei, ik vond het prachtig. Hij zei, het goede nieuws is dat de Bijbel belooft wie bidt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, zal worden opengedaan. En ik vroeg hem, waarom zegt u dat? Hij zei, nou, dan zullen we samen op de knieën gaan en gaan bidden. En wat moet ik dan bidden, vroeg ik hem. En toen zei hij dit. We gaan bidden dat als jij niet in het boek van God staat, hij je er in de kantlijn bij schrijft. Ik vond het zo geweldig. En hij zei, jongen, als God een waarmaker van zijn woord is, dan verhoort hij dat gebed. Dan doet hij dat. En we hebben gebeden of mijn naam er in de kantlijn bij mocht, als ik er niet stond. Volgens mij is dat geloof. Ik weet nog goed dat het gebeurde. En het raakt me eigenlijk nog steeds. Ik ben dat niet waard. Maar God wil het doen. En ik dank hem voor zijn eeuwige genade en trouw. Dat hij gezegd heeft, je hebt mij niet uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. Heere, hier ben ik. Ik kan er weinig aan doen. Maar als het zo is, hier ben ik. En ik dank u mijn leven lang voor wat u gedaan hebt. In Jezus' naam. Amen.